So. Een nieuwe optrek voor morgen. Ah, geweldig, geweldig. Ah man, mooi. Ja, goed. Zitten we in een achterbuurt. Hotel Las Rampas, dat kan ik eigenlijk wel vatten. Minder kan het nooit meer worden. Bij mijn vrienden hotel vielen de deuren uit. Ik zeg een mooi strand. Niet van de zwartzand. Hier snap ik de bedoeling van. Maar dat zal allemaal een dierentuin zijn. Zo, we gaan naar de Big Mac. In de verte ziet het allemaal roken. Dat is geen fuera, vuur. Dat zijn de palingrokerijen. Daar wordt de polling gerookt. En die kan je dan verkopen op de markt.
prachtig. Is dat een beetje kleiner? Ziet er wat beter? Ah, het droogt ook overal. Hè. Dat is helemaal door een heel gebied. Een heel gebied. En geen centen dan, de rook. Mooie ingerichte tuinen. Het is de cultuur. Prachtig om te zien. Het is ook weer meer een mini-huisje. Een mini-mensen. Oh, prachtige kleuren. En hier zitten we nou. En zoals we zien, hier zitten die grote twee dingen en dan moet ik heen. En dan moet ik zoals gewoonlijk een volle klote brug weer over. Net of ik geen flikker te doen heb. Tjonge jongen. Daar hadden we een hotel. En ik word er niet vrolijk van zo. Het enige wat ik hier moet doen is, kruis topleef, moet ik weer doorlopen. Granada, hier stonden we dan. Het is weer eens wat anders dit dan vuur en Virola. Heel wat anders. Vuur en Virola hadden eigenlijk alleen maar terrasjes, drinken, vreten. Hier hebben we toch wel een beetje meer, denk ik. Zo, ik heb de deur van wat te eten gegeven. Oké. Ja, man. Ja, dat vind ik lekker. Ja, dat vind ik lekker. Dit kan, dit kan. En daar nog een. En hier nog vier. Oh, lekker. Ja. Oh. Neem me een koffie, maat. Dan wil je het opgevullen. Soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale. Op de deur en kan ik zien, die is geschat, ik denk een 80 centimeter hoog. Dus die huisjes waren ook niet zo hoog, die hoefden niet zo hoog te zijn. Dat was dus eigenlijk de hoogte, daar kwam dan het dak op overal en zo was dat nou helemaal. En hier hadden overal van die kleine deurken in zitten. Omhoog en pissen maar en skaten. Ja, doe maar jongen, laat het komen. Oh, en het verder. Oh, hier hebben we rennen. Laat me die nog rust. Nog een. Mm-hmm.
No me da igual que esté de moda como que no. No, ja, beste mensen, dat is het linkeroor. Ik speel het meestal op zondags, als ik tijd heb. En daar heb ik het rechteroor. Dat wil zeggen dat ik een stereo heb. En hier zit ik meestal achter het altaar. Aan de kanten.
Zo, de vis komt binnen en de mouwen erachteraan. En ik heb het niet gemaakt. Daar had het vlot van Robinson Crusoe weer. Ik heb er nou wel eens genoeg van die oude hutjes. De zon weer wel hard. In die buurtje slaap ik vannacht. Het is hier wel gevaarlijk. Echt een achterbuurtje, maar ja. €2 per nacht. Het is geen geld. En hier is het. Mijn nieuwe optrekje van vannacht. Maar ik enige rust bij wijken in mijn mond. Ik ben verder stil. Ik kom daar vanaf. Ik ga vandaag niet meer mogen liggen lopen op mijn, want ik kom er net vanaf. Dus, dan gaan we doorrennen. Punt uit. Op z'n keer, wat we dit nog even. Kom we dit nog even. Vroeger Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Wim de zeven dwergen. We gaan even nader bekijken. En dan zien we hier de dwergen, die hadden ook een aparte ingang. En dat zien we dus hieronder. Kijk, hier gingen de dwergen in. En hier ging Sneeuwwitje naar binnen.